ja, dat meisje, dat kon echt zo zagen. Ik dacht bij mezelf van, ja, nou ga ik er even mee uitmaken. Want als ik jou sta te tong zoenen, dan lijkt het net alsof ik een houtfabriek sta leeg te likken. Ik heb ook nog een keer een passionele vrouw gehad. En op een gegeven moment, ik lag op bed, maar als ik seks heb, ik lig liever altijd helemaal van boven. Lekker zwieren en zwaaien. Mijn seks is echt gewoon ballet. Maar voordat ik wist, lag ik daar op mijn rug. En dan moest ik echt wachten tot Tornado Katrina overgewaaid was. Zij had dus bedacht dat ik haar piñata was. En zij zou en moest dat cadeautje echt uit mij slaan. Maar dat was me niet alles, want ze stond nog aan mijn tepels te trekken omdat het een flipperkast was. En met die nagels te krabben, heel mijn rust dan helemaal open. Ik deed net filet Amerikaan. Dus ja, toen ik terugkwam uit het ziekenhuis van al mijn verwondingen, heb ik die ook maar aan de kant gezet. Even trouwens tussendoor, weten jullie waarom dat er 20% van de vrouwen naar de hemel toe gaan? Ik denk als er meer zullen gaan, dan denk ik dat het een hel wordt. Oh, even wachten hoor. Over de hel te spreken, mijn schoonmoeder. Met mij? Met jullie. Ja? Ja, dat weet ik. Ja, die ga ik ophalen. Ja, ik sta nu vols mee. Oh, dat kun je zien. Oh, ben je weer in je glazen bol aan het kijken. Ja, maar ik ga die ophalen. Ja, als ik hier klaar ben, dan ga ik die ophalen. Oké. Doei. Houdoe. Kom mensen, ik ga eens even de telefoon afzetten. Zo. Nog glas met om. Ik ben mijn schoonmoeder trouwens een paar weken geleden ook tegengekomen. En toen ging ze op de fiets. En ze had een bordje bloemen bij. En ik deed een stopteken, dat is goed stoppen. Ik zei, waar ga je naartoe? Ze zei, ja, ik ga naar het kerkhof. Ik zei, ja, maar hoe komt die fiets dan terug? Is wel mooi. Ja, als je mijn schoonmoeder zo zou zien, dat is echt niet normaal. Die is echt oud en die heeft kwaaltjes, die heeft asperger, ADHD, hoge bloeddruk, zere knie, turfobie, kleurenblind, opvliegers, overwicht, burn-out, hartkleppen die ratelen als castagnettes. Mijn schoonmoeder, hè, is zo oud, hè, toen zij werd geboren, hè, toen was de dode zeker maar net ziek. Die is echt zo oud, hè, toen zij klein was, toen waren regenboten nog gewoon in zwart-wit. Die is echt zo oud, haar selfie-nummer is 1. Die is echt zo oud, die staat op mijn Mozes op de klassenfoto. Die is echt zo oud, dat ze af heeft gereden op een dinosaurus voor een rijbewijs. Nou, ik heb wel een grote mond, maar ik zal het ook bewijzen ook. Want ik ben een keertje met mijn schoonmoeder, en ik zal het even zeggen, mijn vrienden, dat is een Belgische. En jullie weten, Belgische, wij Nederlanders, we hebben een geel nummerbord met zwarte letters. Belgen, die hebben een wit nummerbord met rode letters. Volgens mij dezelfde kleur als van een blinde geleidestok, vandaar dat die mensen dus niet kunnen rijden. Dus ik heb bij mijn schoonmoeder in de auto gestapt. En ik had mijn werkschoenen aangedaan en mijn zwemvest aangedaan. En een veiligheidshelm opgezet, want ja, ik had bij mezelf wel veilig in die auto zitten. En wij komen aan bij een rood verkeerslicht. En ze geven een puit met gas bij en ze rijden gewoon door. Ik zeg, waarom doe je dat? Ze zegt, ja, mijn zus die doet dat ook altijd. Zo, tweede stoplicht kwamen we aan, weer rood. Rijdt ze weer door. Ik zeg, waarom doe je dat nou? Ze zegt, ja, mijn zus doet dat ook altijd. Toen kwamen we in één keer aan bij een groen licht. Als ze bovenop de rem staat. Ik heb met mijn kop tegen die voorruit aan, met mijn achterkant tegen die leuning aan. Ik zeg, wat doe je nou? Ze zegt, ja, mijn zus hoort hier in de buurt. Toen ben ik ook met mijn schoonmoeder gaan tanken en ik vroeg aan haar, weet je waar dat de tankdop zit? Ze zei dat maakt toch helemaal niet uit. Ik zei dat maakt wel uit, want ik moest voor dat mens gaan tanken, dat is nogal een kakmadam, dus ik moest voor dat mens gaan tanken, bang dat ze vuile handen kreeg. Ik zei dat maakt wel uit, ik zei, stel voor dat je tankdop rechts zit, ik zal heel even uit de tong gaan staan. Ik zeg, en dit is het tankstation en je tankdop zit hier. Ik zei, dan is het beter dat je aan de andere kant gaat staan. Ze zegt, ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Toen op een gegeven moment waren wij klaar met tanken en wij moesten eigenlijk weer terug in gaan voegen en dat was echt heel erg weinig plaats. Dus en in één keer kwam er een Audi A8 die kwam eraan en mijn schoonmoeder die bedacht het om in één keer daarvoor te schieten. Dat mensen moesten natuurlijk volop in de remmen. Die draait in één keer zijn raampje open en die zegt, zijn jij eigenlijk wel op geweest voor een rijbewijs? Mijn schoonmoeder draait een raampje open en die roept terug, ja, wel vaker dan jij.
is ook een goeie. Ik heb het ook nog steeds aan een collega op mijn werk gevraagd. Ik vroeg aan mijn collega, hoe is jouw schoonmoeder eigenlijk? Hij zei, nou, die van mij is een engel. Ik zei, nou, dan heb je gelukkig dat die van mij die leeft nog. Oh. Een paar weken geleden bij ons in Ossendrecht. Ik weet niet of jullie dat misschien nog weten van vorig jaar over die man die stond eraan met die hond. Die man die liep op een gegeven moment achter een begrafenisstoet aan. En daarachter liepen 500 man. En ik loop op die man op af. Ik zeg, wat is hier gebeurd? Hij zegt, ja, die man liep dus met die hond. Hij zegt, ja, mijn schoonmoeder die is overleden. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Hij zegt, ja, die hond, die heeft mijn schoonmoeder doodgebeten. Ik zeg, oh, mag ik die hond dan misschien lenen? Hij zegt, ja, hij zegt, maar dan moet je wel achteraan aansluiten. Het laatste wat ik over mijn schoonmoeder wil zeggen, die is echt altijd alleen maar met een gewicht bezig. Als we op een verjaardag zijn, die wil nooit geen gebakje hebben. Die hebben altijd zoetjes in de koffie. Dus ze zei tegen mij, vind je mij te dik, Leon? Ik zei, zal ik jou eens heel eerlijk zeggen? Ik zei, ik denk dat jouw ideale gewicht 3 kilo is. Maar dan wel inclusief de urn. Maar om het heel even over mijn vriendin te hebben, dat is nou ook niet echt een... Ja, het is een Belg, dus dat is ook niet echt een helder licht. We waren een keertje in het bos aan het lopen. En wij zijn aan het lopen daar. En op een gegeven moment ziet ze, daar liggen 2 dennenappels. Ik zei, schat, ik zei, moet je luisteren. Ik zei, dat zijn ook nog 3 dennenappels. Ik zei, dat zijn gewoon handgranaten. Er lagen gewoon 2 handgranaten van de Tweede Wereldoorlog. Ze zei, nou, zullen we ze meenemen en bij de politie af gaan geven? Ik zei, nou, ik weet niet of dat dan wel zo verstandig is. Ik zei, we kunnen beter naar de politie opbellen. En dan doorgeven dat die handgranaten liggen. Toen zei ze, ja, waarom dan eigenlijk? Ik zei, ja, stel voor dat er dan eentje ontploft. Toen zei ze tegen mij, ja, dan zijn we toch gewoon dat we het in Marjellen hebben gevonden. Ja, mijn vriendin is echt helemaal niet slim, want wij zaten een keertje op de bank. En we waren de film aan het kijken. We waren de film The Birds aan het kijken van Alfred Hitchcock. En dat gaat dus over kraaien. En op een gegeven moment komen daar meeuwen in voor. En dan zegt ze, hé, dat zijn M-centuries. Ik zeg, M-centuries? Ik zeg, wat probeer je me nou wijs te maken? Ze zeggen, ja, century is een Engels voor eeuw. Dus dat zal een M-century, dat zal wel een meeuw zijn. Ja, ja. Ja, ik vind mijn vriendin, die vind ik, is wel een heel erg leuke meid. Want mijn vriendin die heeft rood haar. En dat vind ik fijn. Want als er van boven roestvorming ontstaat, dan zal het van onderen ook wel vochtig zijn. Maar mijn vriendin is eigenlijk ook nooit tevreden, want op een gegeven moment, ja, met de kerstmis, ik zei tegen haar, zullen we samen de wereldreis maken? Ze zei nee, en ze zei, ik ga liever ergens anders naartoe. Mijn vriendin die heeft het ook altijd koud. Op een gegeven moment lagen we op bed en ik had echt alles al gedaan. Ik had al een extra dekentje gepakt, ik had al een kruid bij haar voeten gelegd, ik had de verwarming al wat hoger gezet. Toen zei ze tegen mij, ja schat, ze zei dat zit bij ons in de familie. Ze zei, want mijn moeder die heeft het ook altijd koud. Ik zei, oh, ze zei ja. Ze zei, en daar gaat mijn vader, die gaat er altijd bovenop opleggen. Ik zei, ja, ik zei, dan weer veel van mij verwacht. Ik zei, maar niet dat ik om 2 uur s'nachts jullie pa ga halen, hoor. Tjonge, die is goed. Ik snap ook eigenlijk nooit wat vrouwen willen. En ik heb daar eens een keertje een liedje van gehoord van de Spice Girls. En dat liedje van de Spice Girls, dat gaat zo van... I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. I want it. I really, really, really want it. Zikke, zik, ah. Wat is zikke, zik, ah? Ik kan er echt niet aan uitkomen. Maar ik was ook een keertje bij mijn vriendin en ik was er dus aan het zeggen dat ik ook aan een Tom praten deed. En haar zoontje, dit heeft trouwens helemaal niks mee te maken met mijn vrouw is bijna ten einde. En dat zoontje daar kwam in één keer thuis en die zegt tegen mij, Leon, ik heb nog een hele leuke mop voor jou en zou je die misschien voor mij willen vertellen bij Tom praten? Ik zei, ja, dat is goed. Dus hij zegt tegen mij, hij zegt, er zitten 2 apen in bad. Dan zegt de ene aap tegen de andere, zegt die andere aap, ja, doet er dan wat koud water bij.